Guys, natuurlijk. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb daarnet natuurlijk al mijn intro gedaan in het Nederlands. Maar nu ga ik de intro proberen in het Duits. Spannend! Oh, dus dan zijn het wel zinnen. Sorry. Oh. Die wil ik niet eens aan beginnen. Hallo jongens. Hallo jongens en pilakatoei. Hallo jongens. Uit Mila Latoui. En Mia Taloui. Ik denk dat, ja, sowieso. Hallo jongens en meisjes. Natuurlijk. Ik ben Emma. Ik ben 7 jaar oud. Old. Of, ja, dat betekent gewoon hallo, ik ben Emma. Ik ben 10 jaar. We hebben sinds 1 jaar tijd in YouTube-kanaal. Ja, gewoon, ik heb sinds 1 jaar een YouTube-kanaal. Dat is best wel makkelijk. Ik heb schaarsjes, ja. Ik heb 2 zussen. Ik wil ook even zeggen dat ik de Duitse kijkers echt niet voor gek ga proberen te zetten. Dus daarom ga ik die zin ook in het Duits proberen te zeggen. Je mag geen keine Witz van Iris sprake. Van Iris praten, dat vind ik nou zo. Ik mag geen Duits van Iris praten. Van Iris, van mijn zus. Aber ich is... Ich möchte... Es gerne. Ich gerne. Es gerne. Es gerne. Lernen sprechen. Sprechen. Ich... Wacht. Ich habe... Zuschauer. Dat klinkt zo. Singing in the shower. Love me. Ik ben cool. Ik ben cool. Hartjes. Want ik geef heel veel hartjes aan jullie. Hartjes. Dat klinkt als herten. Speeltuin. Spielplatz. Spielplatz. Het is vandaag vrijdag. Ik zit thuis voor de buis of gewoon op de bank. Heute is het vrijdag. Und die Kuchen krijgen. Die Kuchen. Gerne. Fernseher. Und essen. Und essen. Gerne. Kuchen. Was is Kuchen? Cookies. Okay. Mijn lievelingseten is pannenkoeken. Is er haar een valenkoeken? Is er de kleine ijsjes of zo? Hoe zeg je dat in het Duits? Is er een kaart aan ijs? Appel? Afval. Oh, ik spuwde. Afval. Arbeien? Erfspel. Erdbeeren. Beeren. Banaan. Oh! Bananen. Peren. Pierne. Citroen. Nein, Citroen. Ik weet het niet, man. Pranen. Bromberen. Dat klinkt als bromberen. Vinden jullie dan ook zo moeilijk om Duits te praten of om andere talen als je op vakantie gaat naar andere talen te spreken? Laat dat dan ook weten in de reacties. Nou ga ik afsluiten in het Duits. Hier heb ik echt geen zin in, want ik heb al een beetje de woorden gehoord. Zu meine Zuschauer. Dat klinkt als toeschouwer. Aus Deutschland sag ich tschüss. Bis nächste Mal. Mein Blautheim. Daumen hoch. Oder so. Bis nächste Mal. Vonden jullie dit nou een leuke video? Dat is veel makkelijker in het Nederlands. Oh, ben je dat van de Duitsers alweer niet van ons? Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe een duimpje omhoog, liken, abonneren, reageren.
En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg! Telkens van Emma, kon je in Duitsland staan. Doei! Auf Wiedersehen! Au revoir! Tschüss! Doei! Veel kusjes van mij. Mwah. Just be Emma.